Ik kijk naar buiten en ik zie een politieauto staan en een zak lamp schijnen naar binnen. En toen dacht ik eerst van, nou, misschien is er wat in de straat aan de hand en ze hebben bij mij nog licht zien branden, dus een beetje naïef. Nou ja, toen deed ik de deur open en de politie vraagt, bent u mevrouw Gele? En toen wist ik het. Waarop ik nog vraag, ligt Jason in het ziekenhuis? Ja, en toen antwoordde de agent van, nee mevrouw, Jason is overleden. En dan heb je gewoon geen grond meer onder je voeten. En het enige wat ik heb lopen schreeuwen is, nee, nee, niet mijn kind, niet mijn kind. Op 8 oktober 2021 wordt de grootste nachtmerrie van Melissa en Dave waarheid. Hun 19-jarige zoon Jason komt om het leven. Hij is met zijn vriendin bij een kennis in de auto gestapt om even een rondje te rijden. Maar die is roekeloos en trapt het gaspedaal volledig in. Bij Julianendorp gaat het helemaal fout. Ja, eigenlijk vanaf de bocht is hij de macht over het stuur verloren. En is hij de berm ingeraakt en heeft hij dat geprobeerd te corrigeren. En uiteindelijk, dat stukje is ongeveer 400 meter. Het laaghekwerk, dus de bermbescherming, die is eigenlijk nog steeds weg. En je ziet eigenlijk ook aan de lantaarnpalen, het waren vroeger rode lantaarnpalen. En ja, die hebben ze nog niet vervangen. Of niet, ze zijn vervangen, maar niet in de kleurstelling als van de rest. Dus ja, het is een enorme ravage geweest. Jason is door de klappen op slag dood. Zijn lichaam wordt overgebracht naar het mortuarium in Alkmaar. Nee, en dan gaat die deur open en dan zie je hem al gelijk liggen. En, vreselijk. En dan kom je bij hem en dan zie je zo'n mooie koppie gehavend. En zijn armen allemaal met sneeën van het glas. En niemand wil zijn kind zo zien. Nee, ik ben ook compleet in elkaar gevallen daar. Nee, dat is onbegrijpelijk. We zijn die dag zijn we samen nog weg geweest en Jason was automonteur en dat was zijn passie. En we hebben samen die dag nog een nieuwe motor voor zijn auto gekocht en die hebben we in de loods neergezet. En eigenlijk is hij 6:30 richting zijn werk gegaan. We hebben elkaar nog een knuffel gegeven en gelukkig, zoals we altijd tegen elkaar zeiden als we de deur uitgingen, I love you. En dat was het laatste wat ik tegen hem heb kunnen zeggen. Alles schreeuwt ook in je, dit klopt niet, dit hoort niet, dit is niet goed. Dat elk vezel in je lijf die brult dat, die schreeuwt dat. We gaan nu naar zijn slaapkamer. Dat is eigenlijk hoe hij hem heeft achtergelaten. Heerlijk joch. Vanaf dat hij geboren was tot aan, die rotdag. Weet je, het was een zoete, heerlijke baby. Een lange, dunne baby. Nou, uiteindelijk was het ook een lange, dunne jongen. Een sloddervosje, maar een grappenmaker. Ja, 2 dagen voordat we hem hebben moeten laten gaan, had hij zijn kamer helemaal mooi opgeruimd voor ons eigenlijk. Dus we hebben het. Het is een plekje waar ik heel veel ben. 2 keer per dag kom ik hier vaak. En praat ik met hem of denk ik gewoon aan bepaalde dingen. Soms huil ik. En het is toch ook een plekje waar af en toe zijn vrienden voorbij komen om eventjes hier te zijn. En het enige wat je maar kan bedenken is waarom. Waarom hij. Het is gewoon niet eerlijk. Het is een jongen die het echt zijn hart op de juiste plek heeft. En het is een allemansvriend. En dat zag je ook op de uitvaart, hoeveel honderden mensen hem herdacht hebben. En nog steeds ons een hart onder de riem stoppen. En helaas heeft één iemand die, waarvoor hij ook goed was, heeft daar misbruik van gemaakt. Begin dit jaar moet de bestuurder van de auto voor de rechter komen. Voor de ouders van Jason een belangrijk moment. Hij krijgt een gevangenisstraf van 1,5 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ook mag hij 5 jaar lang geen auto meer rijden. Dit was geen gevalletje op een snelwegklapband, wat iedereen kan overkomen. Nee, dit is op een weg waar je maar 50 mag, dan ga je 140 rijden. Zeker, ondanks
het hulp en het stopgeroep van je maat en zijn vriendinnetje. Ga je gewoon door. Dan is 5 jaar niet genoeg. Dan is een gevangenisstraf van 1/2 jaar niet genoeg. Nee, zo'n jongen heeft hulp nodig. En, ja. Zoveel gevaar. Ja. Nee, dan ben je gewoon niet goed bezig. En ik denk dat dan het ook hoort dat de rechter daarover beslist. En dat is altijd een lastige vraag om te beantwoorden. Van hoe gaat het nou met je? Want soms weet ik daar zelf het antwoord niet op. Er zijn dagen, dan kom ik die goed door. Er zijn dagen dat ik echt denk van, godverdamme. Er zijn dagen dat ik dan weer blij ben dat het avond is en ik naar mijn bed kan omdat die dag weer voorbij is. Elke dag is anders. Ja, het blijft een rollercoaster. Het heeft zijn ups en zijn downs. En op een moment dan gaat het, en op een ander moment dan is het gewoon verschrikkelijk lastig. En zeker dat je in heel veel dingen hem herkent, vooral in mezelf. Maar ook aan toch de jeugd die je om hem heen ziet. Hè. Het is heel bijzonder dat die jongens toch allemaal op elkaar lijken. En ik zie hem overal lopen en dat is wel lastig. Voor het ongeluk kon je, als je iets leuks meemaakte, heel blij zijn. En iets heel leuk vinden. Of ergens naar uitkijken. Of als je boos was, dat je je echt heel boos voelde. En nu is dat allemaal wat vlakker. Je bent niet meer blij.